Goedendag. Ja, bewolking was er vandaag veel, af en toe zon. En toch kan je echt wel mooie foto's maken. Zoals deze plaat hier, het licht in de verte en de reeën die daar staan te grazen. En dit is een spetterende foto, gemaakt aan zee. Duidelijk veel meer zonlicht, want daar waren de wolken het kleinste maatje land in. Misschien werden de wolken groter en vielen lokaal een bui. maar hier in Den Haag zag het toch prachtig uit aan de kust. Ja, wisselvallig weer, daar hebben we mee te maken deze dagen. Vandaag viel het op zich met de neerslag wel mee. Het was niet al te warm, temperatuur rond de 20 graden. Morgen ook temperatuur rond de 20 graden. En met name in de ochtend kunnen er toch nog wel een paar forse buien overtrekken. Ik sluit zelfs niet uit dat woensdagochtend hier en daar onweer gaat voorkomen. In de middag een zwakke uitlopen van een rug, dat is altijd gunstig. Dat betekent dat het wat meer gaat opklaren. En dan ziet u het al gebeuren. Donderdag een neerslagzone die over Nederland gaat trekken. Veel bewolking en veel regen in de loop. Van de middag vanuit het westen geleidelijk aan bedroger. Maar het kan toch wel lang druilerig zijn, denk ik hoor. En ook vrijdag moeten we er rekening mee houden dat er nog perioden met regen zullen zijn. Nou, vanavond redelijk rustig weer: 15 of 16 graden. Een matige wind uit het westen tot noordwesten. En misschien dat er in het noorden nog een enkele bui kan vallen. Ik sluit dat niet helemaal uit. Het gaat dan meer opklaren, maar in de loop van de nacht neemt dan vanuit het westen wel weer de kans op buien toe. En woensdagochtend moeten we ook rekening houden met een paar forse buien. In de middag trekken die al vrij snel weg naar het oosten. De temperatuur ligt dan tussen de 19 en 21 graden. En naarmate die middag vordert, komt er vanuit het westen steeds meer ruimte voor de zon. De wind waait ook morgen uit westelijke richtingen en is meest matig. Ja, donderdag dan die hele andere dag met veel bewolking en regen. Temperatuur rond de 19 graden. En flink wat meer wind. Dat is met name in de westelijke helft van het land goed te merken. Vrij krachtig of zelfs krachtig aan zee. Ik sluit dat zeker niet uit. Temperatuur dus nog aan de magere kant. Maar vrijdag gaat de temperatuur weer omhoog. 23 graden worden dan. Wat zachtere lucht is er aanwezig. En er valt hier en daar nog wel een bui. Maar de zon komt dan af en toe tevoorschijn. Zaterdag. In deze reeks de beste dag, want dan is het grotendeels droog. Er valt wel hier en daar een bui, maar overwegend droog weer. En de zon is ook van de partij met 23 graden. Zondag en maandag is het dan toch wel weer wisselvallig weer. Nog een fijne dag.